Laatste zondag van augustus en daar hoort natuurlijk een parade bij. Dit jaar een mini-parade, maar hij is er wel. En zometeen wordt hij beoordeeld en volgt de prijsuitreiking. Wij zijn heel benieuwd. Ik denk dat we geprobeerd hebben om iets heel moois te maken dit jaar. Laatste dag ging door de bekende redenen. Ik vind het een heel mooi alternatief. En vooral ook omdat het een alternatief is wat past binnen alle regels. Hè. Je kan kinderen volop meelaten genieten van wat er gaat gebeuren. Je kan de kinderen laten bouwen zonder dat je moet zeggen van wacht even, we hebben coronaregels enzovoort. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar ja, ik ben wel de hele dag, denk ik dan om 12:30 dacht ik van vandaag dan zou ik de eerste gasten ontvangen hebben. En om 17:30 dacht ik van dan was ik nu onderweg naar Strabergpleintje om de spelers even een hart onder de riem te steken en dat soort dingen. Dus, maar ik vind het een heel mooi als alternatief. Kun je nog iets herinneren van die dag dat jullie met deze wagen door Rezen trokken? Ja, ik zelf zat er toen nog niet bij. Ik ben 2 jaar na deze wagen begonnen, maar ik kan hem zeker nog herinneren. Want ik wist ergens wel dat ik richting snoeien ging, dus dan kijk je daar toch wel echt iets meer naar. En wat ik heb gehoord van mijn mede-team, zeg maar, die vonden dit zo'n gave wagen om te doen. Want ja, het was veel ijzerstallage, dus van tevoren was van, ja, wat gaat dit ons opleveren? Want ja, En op een gegeven moment stond hij op de weg en iedereen zat erop en alles begon te bewegen en op te leven. En ja, het plezier brak los, zeg maar. En toen dachten ze wel van, dit was wel ontzettend gaaf. Maar ja, we hebben de 4e prijs er toen mee gehaald, dus waren we super blij mee. En toen dachten we, nou met die Lego, we gaan gewoon nog een keer plezier beleven. We gaan hem nog een keer namaken en dan, hier staat hij. We hebben het magische wereld van het pretpark, want ja, wat leent zich nou beter voor Lego als een pretpark waar volwassenen zich weer kind voelen en ja, Lego uitermate geschikt voor kinderen. Mooi ook, onze jeugd heeft deze hele wagen ongeveer gebouwd. Ja, wat hebben we gedaan? Een oude wagen met een draak hebben we terug laten komen. De draak aan de andere kant, als je er omheen zou lopen, zie je nog een koets terugkomen. Maar we hebben hier iemand die uit het liefdesbootje is gevallen, toch nog terug probeert te komen. Zo zit hij vol met leuke dingetjes. Natuurlijk de Brabantse vlag en onze Doha-vlag niet te vergeten. Verder hebben we alles gebouwd van wat we hebben gekregen. Dus geen extra steentjes. Ja, een vijftal poppetjes hebben we extra gebruikt, maar verder gedaan, niet geschilderd. Geen motoren toegevoegd, maar het draait. Ook het planetarium aan de achterkant draait rond. Dus het werkt allemaal, maar wel even op handkracht. De jury is zojuist rondgegaan met alle wagenbouwers. Ze hebben het beoordeeld. De een heeft een ander kader om te beoordelen als de ander. Nu zijn ze in beraad. En volgens mij over een half uurtje horen wij wie is de winnaar. Wie krijgt die beker met de grote oren. We zijn heel benieuwd. Jan-Willem, jij zit ook in bestuur. De avond verloopt volgens mij prima. Hij verloopt heel prima, moet ik zeggen. Ja. De enthousiaste wagenbouwers die goed vertellen over hun wagens en de achtergronden ervan, noem maar op. En die livestream, ja, alles bij elkaar is gewoon top. En een hele mooie jury, hè, zoals jullie gezien hebben. Dus we zijn heel benieuwd naar wat er verder uit gaat komen. Voor jou was de top 3 duidelijk, zei je. Dus jullie gaan dadelijk met de jury in beraad, maar voor jou is het volgens mij helemaal niet nodig. Nou, jawel, ik heb eigenlijk gewoon een nummer 1. Die er echt ver bovenuit steekt, zonder twijfel, dit is hij. Ja, dat vind ik wel. We gaan er niks verklappen, maar je maakt me natuurlijk wel heel nieuwsgierig. Kun je wel, zonder het te verraden, vertellen waarom dat jouw nummer 1 is? Omdat hij heel erg veel, omdat er gewoon wat leuke grapjes in zitten en omdat hij heel uitgebreid is. Franse jury is eruit? Helemaal eruit, unaniem. Filip mee of Filip tegen? Ik heb net aangegeven, het was moeilijk. Want we hadden allemaal verschillen, omdat het ook heel verschillend gebouwd is. Het ene is veel attributen gebruikt, het andere is meer geschilderd, het andere is echt heel veel Lego. Dus het viel nog niet mee, maar we hebben de nummer 5, 4, 3, 2, 1, hebben het gevonden. Dus het is klaar. Ja.
Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja! Eindelijk is hij daar. De algemeen winnaar. Het werd tijd, wou ik zeggen. Maar ja, leuk dat we het in het bijzondere jaar mogen worden op deze manier. Het staat persoonlijk, wil ik zeggen, in het niet. Ik ben natuurlijk echt algemeen winnaar geworden. Dat zeker. Maar het is leuk dat dit evenement op deze manier geëindigd mag zijn voor ons.